We hebben een melding van een achtervolging, dus daar gaan wij naartoe met een Prio eentje. Even een stopteken geven. Meneer is in ieder geval niet van plan om te stoppen, hij crasht al tegen de muur aan. We hebben een melding gekregen van... Ja, het is niet helemaal duidelijk wat erop stond, in ieder geval een no-call. Dus we gaan eens even kijken wat wij gaan aantreffen. Ik ga er wel met een Prio eentje op af. En we gaan natuurlijk even kijken. Wel een disclaimer, de motorhelm die gaat af als ik weer de motor opstap. Dus dan moet ik weer even mijn uniform opnieuw aanzetten. Ik heb al een plugin gedownload met No Helmet, maar het werkt er voor geen meter mee. Dus dan weten jullie dat ook, dat ik daar al een beetje mee bezig ben. Verder rest zie ik nog niet echt iets geks hier. Ik ga natuurlijk nog even die brandgangetjes in. Kijken of ik hier iemand aantref. Misschien hierboven. En daar is het hier op het dak, dat zal het zijn. En voor de rest hier zie ik eigenlijk helemaal niks geks eigenlijk. Ja, ook niet. Gaan we deze kant op. En dan gaan we hier even het straatje hier naar boven. Maar ik heb geen flauw idee wat hier gaande is, waar ik maar moet opletten, noem maar op eigenlijk. Dus ik heb echt geen flauw idee. Ja, hier voor de rest zie ik hier eigenlijk ook niks geks eigenlijk. Ik ga weer even een kleine bergpad nemen, want dat staat ook nog in de area. Nou, anders wordt gewoon bij mensen aankloppen thuis hoor. Dan haak ik het wel aan de andere collega's over. Nee, niks. Hier ook niet. Nee, misschien hier nog. En anders maak ik nog een mini rondje. Ja, dit hoort er ook gewoon bij het werk natuurlijk. Gewoon veel zoeken. Want ja, you never know. Is dat eigenlijk... Ja, meer kan ik er niet van maken. Het is even een zoektocht, maar... Misschien hier. Wanneer je gewoon helemaal aan het kijken bent hier. Helemaal niks. Ja, ik heb eigenlijk wel de hele area gehad. Ik heb hier niks aangetroffen. Dus dat gaan we laten weten aan... De meldkamer dat ik niks heb aangetroffen. En als we het maar gewoon nog iets van de melding krijgen, dat we dan hier met meerdere eenheden naartoe gaan. In plaats van het keer alleen staan. En dan gaan wij gewoon natuurlijk gewoon verder op patrol. Op surveillance. En ik zie hier een busje die aardig hard rijdt. Dus dan gaan we eens even kijken wat hij aan het doen is. Want hij is heel erg de pump kleven. Net ook al had hij hier even een kleine botsing gemaakt. Dus ik denk van toch wel handig dat ik hem even ga staande houden. Dus laten we dat maar even doen. Hij gaat er gewoon echt vandoor volgens mij hoor. Even kijken hoor. Nou, ik heb nou een stopteken gegeven. Oh joh, hij raakt mij bijna hier raak omver. Ja, ik ben nou geen auto. Dat is helemaal het probleem. Er gaat van een collegaatje bij. Ik kan wel... Nou, uitstappen jij. Staan blijven. Staan blijven. Nee, meneer blijft niet staan. Oh, hij loopt gewoon terug. Staan blijven. Oh, hij gaat mijn motor gaat stelen. Overswitchen naar taser. Oh, lekker. Trek mijn motor van de kant. Ja, blijf maar staan, ja. Op de grond. Bij iedere verdachte beweging wordt u getased. En meneer is aangehouden. En maar goed, ook met deze even opbergen. Dankjewel, collega. Je kijkt al, gebeurt er dan met dat helmpje, zeg maar. Even kijken. Dan wil ik even dat mijn collega me natuurlijk gaat fouilleren. Dat doe ik trouwens wel heel even zo. Mijn motorvisor omhoog.
Ik wil even zeggen dat iedereen even hier rustig aan moet rijden, want wij zijn hier natuurlijk gewoon aan het werk. Meneer heeft voor de rest zo niks geks bij. Ga ik hem ook nog even controleren via de meldkamer. Kijken of we iets geks op zijn naam zien. Niet. Even kijken, ja, voor de rest zal ik dan nog even bij mijn collega dan een drugs test doen. En dan ook nog even een dranktest voor alcoholtest, moet ik zeggen. Hij heeft wel alcohol op, maar niet te veel. Ik weet ook niet wat iedereen hier aan het doen is. Die staan maar gewoon een beetje naast elkaar. Hij zit in ieder geval niet onder invloed van drugs. Dus dan laat ik hem gewoon lekker meenemen. Gaan wij weer verder op dienst. Mijn collega's doen verder het rapport. Maar ik zie hier iets op de kaart hierboven dat hier iets gaande is. Dus gaan we eens even kijken. Oh, hier is gewoon een dronken vrouw of zo die loopt. Oké. Okay. Dan laat ik dat wel gewoon. Maar ze is gewoon nog steeds op eigen terrein. Dus daar bemoei ik mij er niet mee. Dat lijkt mij verstandig om er maar niet mee te gaan bemoeien. Binnenkort heb ik ook al gelijk weer iets leuks. Binnenkort gaan we natuurlijk weer een beetje richting de 600ste video alweer. En daar wil ik iets leuks voor doen. En ik ben eigenlijk... Ja, een dag hierna deze video, dat deze wordt geüpload, ben ik jarig, dus... Hey, misschien kan ik ook nog iets leuks doen. Natuurlijk voor die dag, of misschien nog een keer een leuke verjaardagstreampje of zo gooien. Dus dat wil ik dan kijken wat ik een keer kan doen. Moet ik even kijken wanneer ik daarvoor tijd heb. En natuurlijk voor de 600ste video wil ik natuurlijk ook nog iets leuks doen. Dus laat dan even weten wat ik dan moet doen. Bijvoorbeeld of een andere game, of willen jullie graag gewoon LSP Varsity zien met een speciale auto. Of iets in die richting, laat dat gewoon zeker weten. En dan kunnen we er gewoon lekker naar kijken wanneer ik dat ga doen. En dan voor de rest heb ik niet meer echt iets bijzonders eigenlijk te melden. Als ik zo weet, uit mijn hoofd weet. Ik rij wel trouwens allemaal de rood. Ja, deze staat hier wel... Ik hoop dat zij nou gaat betalen. Maar dan gaan we even hier over de Vinewood Boulevard kijken. Ik doe mijn karakter het helmpje opdoen, dus dat doen we even zo. Oh, dat moet ik niet doen. Dat is wel heel gek dat ik dat doe. Kijk. Ja, die plugin van mij die werkt nog niet helemaal goed. Dus dat ga ik nog even achteraan kijken of ik hem nog kan fixen. Oh, hier hebben we weer een busje die de dag vandoor rijdt, denk ik. In ieder geval op de kaart geeft hij rood aan. Maar ik laat het nou voor nu wel even. Als hij maar gewoon niks geks doet. Dan vind ik het goed. Kijk, de taxiplaatsen staan gewoon voor de taxis. Dus dat is allemaal goed. Die mogen natuurlijk niet helemaal vol gegooid worden. Zo. Ja, even die politiecollega's die stonden daar nog op mij te wachten wanneer ik terugkwam, denk ik. Maar ja, voor de rest. Het is hier clean op de boulevard. Dus dat is fijn. Hier ook niks geks. Natuurlijk altijd blijven kijken. Ja, hoe moet ik dit nou zien? Staat hij nou wel goed of niet? Hij hindert wel een beetje het verkeer. Maar ik ga gewoon eens even kijken hoe deze man is. Kijk, daar doet mijn karakter weer het helmpje af, denk ik. Kijk eens, dat is hem. Even een kentick check. Gaan we eens even kijken. Oeh, hij heeft geen insurance. Dus dan gaan we even kijken. Op de politie ding. Dan kunnen we natuurlijk even kijken. Create dingen. En dan moeten we documenten. De insurance driving. Hij heeft niet in ieder geval. Hij rijdt nou niet. Dus dan is het deze. En ja, voor de rest. Hij blokkeert een beetje eigenlijk. Maar ik laat het in ieder geval hiervoor gewoon op. Dan gaan wij. Zo, kijk eens. De boete is aangemaakt. En dan kan de eigenaar van het voertuig daar gewoon lekker naar kijken. Dat vind ik gewoon een goed idee. Hier, in ieder geval mats ik hem wel. Dus dat is het al eigenlijk. Oké, we hebben een melding van een... En dat ze extra... Even kijken, een extra surveillance willen. Dus dat wij hier een rondje gaan maken. Kijken of wij weer iets geks zien. Even kijken, no trespassing. Hij mag daar staan.
Behalve als er natuurlijk iets op de grond stond. Maar we moeten hier gewoon even iets een extra rondje maken. Dus misschien gaan wij hier weer iets aantreffen. In ieder geval de gemeente heeft in ieder geval even gevraagd of wij hier even een surveillance ronde willen maken. Een extra. Dus waarom ook niet? Dat doen wij gewoon eventjes. Voor hetzelfde geld is dit wel echt een risicogebied of zo. Of het is nou een risico. No parking. Your car will be towed. Nou, hij mag in ieder geval hier niet staan in ieder geval. Nou, weet je, ik ga hem gunnen. Ik hou hem gewoon lekker met een boete. En hij mag ook niet weg op. Even kijken. Create. Dus dan doen wij documenten insurance. Dus doen we hem lekker. En dan dit keer is het een no parking zone. Dus dan, ja, in principe, hij mag weggesleept worden. Maar ik zie dat hij dit pas zijn eerste boete is. Dus dan hou het maar gewoon lekker zo. Heeft hij wel gelijk twee boetes. Maar moet hij maar zijn zaakjes op orde hebben. Dat is het zo. Misschien was het daarvoor wel dat wij een extra rondje moesten maken ofzo. Maar hier moet je gewoon parkeren, zo te zien. Be aware staat er. Even altijd even kijken wat er allemaal staat. Kijken of er iets geks is. Kijk, het mag eigenlijk niet wat ik nou doe. Helemaal naar voren rijden. Oké, dit vind ik altijd heel vervelend om te doen. Oh ja, ik zal even die visor even naar beneden doen trouwens. Dat is wel leuker, denk ik. Kijk. Natuurlijk. Is er niet zo heel veel te zien. Oeh, zo. Er staat er een zombie. Oké. Okay. Hier staat ook een motor. Staat best wel midden op het pad. Maar in principe, je kan er langs. Dus dan gaan we eens even kijken. Nou, hij heeft ook alweer geen insurance. Even kijken, wat is dan deze? Even te zien. Ja, status expired. Dus dan doen wij weer naar documenten. Zo. De boetes worden wel uitgegeven vandaag, zeg maar. Edward Robert 858. A traffic violation. Approach with caution. De boetes worden uitgegeven. Die gaat wel lekker. Ja, in principe, hij rijdt er niet mee, maar hij mag er in ieder geval niet mee rijden. Dat is het ding. Nou, als ik het trouwens niet iets niet goed doe of zo, laat dan gewoon zeker weten. Dan kan ik mij daar natuurlijk in verbeteren. Maar wij hebben ons rondje gedaan. Dus dan request and call out. We hebben ja, gewoon een paar aantal... één parkeerfout en een aantal boetes uitgegeven voor het even kijken, de verzekering niet in orde hebben. Maar ik weet dus niet of ze dat eigenlijk ook in het echt daarvoor boetes geven. Maar in ieder geval, ik zie ze hem ertussen staan in ieder geval. Dus als ik het fout heb, verbeter mij eventjes. Dan kan ik mij daar lekker op verbeteren in de volgende afleveringen, zeg maar. Dat is wel zo fijn natuurlijk voor de realisme. Dat vindt iedereen natuurlijk al wat leuk om naar te kijken. Dat is no probleem. En voor de rest is het tot nu toe nog wel een rustige dienst geweest. Ik ga heel even hierachter kijken. Natuurlijk blijven we een beetje het rondje doen. Hier zie ik ook iets staan. No permit, no parking. Nou, dat laat ik wel hier aan het hotelachtig iets over dit. Dus ik laat het gewoon lekker aan hun over. Hij zou daar mogen staan, lijkt mij. We hebben een melding van een achtervolging, dus daar gaan wij naartoe met een Prio eentje. De achtervolging zou ook al... Zo! Zou ook al bezig zijn. Hij heeft er hier veel gezin in, deze man. Of gaat hij er nou vandoor? Wat is hij allemaal aan het doen? Hij rijdt mij daar gewoon vol van de weg af. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Dus hier gaat het ook op deze auto. Even een stopteken geven.
Nee, meneer is in ieder geval niet van plan om te stoppen. Hij crasht al tegen de muur aan. In ieder geval OC, zou ik een auto deze kant op maken alsjeblieft? Dat is wel zo handig, want ik kan niet echt iets doen of zo op de motor. Een beetje achtervolgen. Crash, crash, crash. Uitstappen. Uitstappen. Ik zou het niet doen, jongen, dan word je getaced. Op de grond. En dan bent u aangehouden. Ik merk wel vaak dat de NPC's achtervolging in de bergen nooit zo heel leuk vinden. Dat is altijd wel te zien. Even kijken, dan kan ik ook gelijk zien wie hij is. Corlea kan hem even fouilleren. En zijn rijbewijs is ook expired. Met dat zoeken mijn collega's wel allemaal uit op het politiebureau. Assistance required and find what heals. Request vehicle check. En dan doen wij ook nog eventjes een tow truck zo bellen. Even kijken, doe maar een tow truck. Een sleepwagen. Dan kunnen mijn collega's hier ook weer vandoor, want dan is het niet klaar. Want zo te zien is ook al de Vito die hem, de collega uit de Vito die hem komt ophalen. De tow truck is ook aanwezig. Dus ook even mijn motor. Mijn motor heeft wel een schrammetje gekregen van die andere. Toen die mij van de weg af reed, zeg maar. Dat is wel iets minder. Dat is wel iets minder af en toe. Dan denk ik een beetje van ja. Zo, en dan sluit ik ook hier bij de video af. Mensen, bedankt voor het kijken. En vergeet zeker naar mijn video te abonneren. Dat zou super tof zijn. Wil je dit ook vaker zien op de boot? Ga laat het zeker even weten. En dan, kijk, mijn karakter doet even een mooie roze helm op. En dan zie ik jullie later weer bij een nieuwe video. Later.